Want ik heb goed nieuws en het is eigenlijk een, nou, je kan bijna zeggen dat het een soort serie is geworden. Dat ik weer een Too To Go ga halen. Niet één, maar twee Too To Go's. Het is weer 3 uur, beste mensen. Leuk dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Ik heb vannacht de vlog van gisteren bewerkt. Eigenlijk zo gek. Dat zei ik ook gisteren zo van dat ik iedere keer ga zeggen. Ja, ik heb de vlog bewerkt. Ja, ik heb de vlog bewerkt. Maar dat gaat jullie toch eigenlijk helemaal niks aan. Het gaat erom dat er elke dag om 3 uur een vlog gewoon online is. En ik kan jullie wel iets vertellen over dat er binnenkort, als ik de computer heb en zo, omdat er ook met mijn kanaal iets aangepast gaat worden. Elke dag wel gewoon een vlog om 3 uur alleen. Toch zou je moeten kijken, als ik eenmaal de computer zet heb en zo, dat ik eigenlijk vanaf het moment dat ik dan weer eigenlijk met een nieuwe camera film, dat jullie eigenlijk moeten kijken zo, ik dacht dat het anders was. Nou ja, daarom zeg ik op deze, komt iets nieuws aan. Ik kan nog niet echt vertellen wat. Maar ik ga er zo vandoor, ik ga zo naar Zwolle toe, ik ga eventjes een jongere ophalen. Ja, dat is eigenlijk gewoon precies gewoon wat ik bedoel, gewoon een jongere ophalen op school. Ga ik direct naar het bossenhuis, om daar dus even de jongeren te kunnen zien. Afgelopen zaterdag, voor jullie zondag was ik er ook, alleen toen was er maar 1 jongere aanwezig en uiteraard mijn favoriete mentor toen. Ik neem jullie gewoon mee en dan ga ik de camera even niet uitzetten. Doei doei! Ik ben er weer. Ik heb helaas niet, ik heb in ieder geval niet gefilmd dat ik bij het boshuis was. Ja, ik vind, als je dan met de jongeren bent, dan vind ik niet dat je altijd de camera hoeft bij te pakken. Daarom dacht ik, nou, ga ik gewoon lekker hier filmen. Want ik heb goed nieuws en het is eigenlijk een, nou, je kan bijna zeggen dat het een soort serie is geworden. Dat ik weer een Too To Go ga halen. Niet 1, maar 2 Too To Go's. Ik moest er wel lang op wachten. Ik heb daar 40 minuten op moeten wachten. Ik zat echt vanaf 6 uur zat ik erop. En het is nu 6:45. En ik haal dan de Albert Heijn station passage Too To Go. Dat is tussen 8 en 9. En dan eigenlijk ga ik het een beetje zo doen. Dat moet wel heel snel zijn. Want ik moet dan ook nog bij Lubeckplein. Dus en daar wil ik eigenlijk om 54 over de 54 is. Oh, dat wordt wel heel krap. Dat wordt wel heel krap. Ja, kijk, anders dacht ik zo van dat wordt wel heel krap inderdaad. Kijk, het is nu pas 6:45. Nee, dan moet. Ja, het is een beetje een twijfeling eigenlijk, want ik heb ze allebei. Die Albert Heijn To Go, daar kan ik pas vanaf 8 uur ophalen vanavond. Dus over een uur en een kwartier. Dus. En die Too To Go van de Lubeck Spar. Zo, ik kan even niet op het woord. Die kan ik tot 9:45 ophalen. Dus, als de trein een beetje vaart heeft, dan kan ik nog. Maar dat wordt wel heel krap. Nee, ik ga zelf dan tegen een uurtje of. Over iets meer dan een uur en een kwartier ga ik er vandoor. Ben ik iets eerder daar, maakt ook niet uit. Hè, soms doen we dat. En dan voor de rest, kijken we wel een beetje hoe we deze avond gaan weer. Of avond, ja, eigenlijk deze dagavond gaan meemaken. In ieder geval weer een hele goed gevulde vlog, letterlijk en figuurlijk. Kijk, het nadeel is, hè, zeg maar vanaf de dag dat jullie zien. Ik ga het ook gewoon eerlijk zeggen. Heb ik volgens mij dan nog 20 euro te besteden. Maar, kijk, woensdagavond eet ik op het werk. Donderdagavond eet ik op het werk. Vrijdag eet ik, als het goed is, in Utrecht. Heb ik dan nog 2 dagen. En dan kan ik, wat van vandaag is, kan ik in de vriezer doen. En dan kan ik weer voor het weekend. En ik heb hier nog chocolademelk. Hier zit ik mee te twijfelen. Die heb ik gisteren uit de Too To Go ook weer gekregen. Kaas heb ik nog. Ja, die is tot en met, terwijl jullie de vlog zien, vandaag goed. Deze is 3 dagen goed. 2 dagen. Deze ga ik weggooien, sorry. Deze ga ik vanavond nog opbakken. Die moet ik opbakken.
En dan heb ik hier nog wat in de vriezer van een burger. Oh, het zit helemaal te trillen. Oh. Vares burger. Daar heb ik nog eentje van. Die kan ik ook nog volgend weekend. Dus ik heb heel veel mogelijkheden om dus iets te doen dit weekend. Alleen ik probeer de vlogs eigenlijk een beetje wat langer te kunnen maken. Wat ook leuk is voor jullie, denk ik. Want elke keer, ja, wat ik ook net zei, wat ik ook eerder zei. Van die vlogs van 3-4 minuten heb je eigenlijk niks aan. Want dan betekent dus dat je eigenlijk dus te weinig hebt gedaan. En vandaag tot 6 uur niet veel gedaan. Maar vanavond ga ik dus wel... Nou, eigenlijk wil ik dus ook vanavond... Gewoon de camera meenemen. Elke keer zit ik elke keer te zeggen. Ja, ik neem mijn camera mee, dit en dat. Maar dan wil ik eigenlijk helemaal niks zien. Ja, kijk, want dan knip ik dat gewoon eruit. Ben ik wel ook weer. Soms ben ik iets te eerlijk in de vlogs. Maar ja, ik kan nu niks beloven. Maar ik ga wel proberen om de camera gewoon mee te nemen. Maakt me niks uit met het AVG. Nou ja, ik ga niet andere mensen filmen. Ja. Als ze dat ook niet willen. En ja, dat is een beetje. Dus ik ben benieuwd. Ik zie nu links in het hoekje. Dat ik alweer bijna 5 minuten aan het praten ben eigenlijk. Dus ik leg de camera nu eventjes neer. Ik zit hier dus nu in de trein naar Zwolle om de 2 te kozen op te halen. Ja, ik ben weer terug. Hallo, beste mensen. Ik heb de Too Good To Go. En jullie zien het al. Ik heb al een klein sneak peek, een bosje bloemen gekregen bij de Albert Heijn To Go. Maar daar gaan we het gelijk over hebben. Zo. Oef. Nou, ik heb 1 ding kunnen filmen. Voor de rest was er te veel mensen. Zoveel clip. Maar dat er te veel mensen waren, waardoor ik... Ja, de kans dat ik kleiner was, was filmen. Sorry voor het lichte flikker, maar dit lampje hier... Boven mij, ja, die flikkert af en toe eens een keer. Hopelijk is dat niet te storend voor jullie, maar dat zien we dan wel. Maar we beginnen eerst met het grootste. En dat is gewoon net een bosje bloemen. Ja, nou, hartstikke lief. Van ze, ja. Ik kon kiezen tussen twee bloemetjes, 1 kleintje en 1 groter. Ik dacht van, nou ja, dan moet toch liever een grote. Maar we gaan eerst gewoon beginnen met de Too Good To Go van de Spar. Ik heb het al een beetje gezien. Ik vind het zelf matig. En dat ga ik ook benader uitleggen. En dat ga ik ook gewoon nu uitleggen. De Spar die had de producten al buiten de koelkast. Of buiten de koeling gezet. Dus de producten die waren al warm. En ik ga dus ook als review schrijven 3 sterren. Want de product ziet er wel goed uit. En als tip, bewaar de producten in de koeling totdat de klant het ophalen. Want zo voorkom je dus dat, dat je dan weer zit met bacteriën in de producten. En ik neem ook zelf af en toe een slokje water. Maar dit is het eerste. Dit zijn rijksoersnaps. Dat zijn snijboontjes. Nou. Het is heel erg boeiend. Ik eet hier ook aan het doen. Een half zakje rucola. Toet er 21ste. Ja, die is goed op met vandaag. Ik leg deze zien hier. Ik heb ook alle producten even aan de zijkant. Oh, dat licht. Oh, dat licht. Ah, dat ding is heet. En nu heel. Een beetje ook, allemachtig. Ho! We hebben hier broccoli. Oeh, dat is helemaal heel heet. Dat wordt blaar. Deze is goed tot en met. Echt. Ja, ik ben hier echt zwaar en zwaar teleurgesteld in. Spar Lubeckplein in Zwolle. Laat jullie producten alsjeblieft eerst in de koeling zitten. Na 2 sterren zelfs. Want ik kan hier echt pissig worden dat de productie gewoon echt gewoon lauw is.
Sorry dat ik het zeg. Maar ik heb bijna de neiging om gewoon terug te bellen zo van... Nou, waarom zijn jullie productie überhaupt koud? Want in het zakje hoort het koud te zijn. Ja, sorry, ik kan hier echt pittig om worden. Nou, we gaan weer verder. Wij hebben hier bieslookkaas. Petri, gadverdamme. Of hoort het zo? Hopelijk hoort het zo, want het lijkt alsof het een drapje is. Slechte zaak. Oké. Nou, het enige fijne is dan wel weer, wat ik had gehoopt, is een wrap zalm. Deze ga ik alvast terugstoppen in de koeling. Want dan kan ik die heel misschien vanavond even opeten. En de rest douw ik gewoon lekker in de vriezer. Want ik denk daar ook gewoon lekker mooi vanaf. Maar nee, het ziet er niet goed uit. En al die kleine dingetjes kan ik altijd gewoon invriezen. Ik heb wel een overmars aan, aan groenten. Zo, en deze. Nou, het lichtje is nu uit, mooi zo, want ik was echt goed gekregen hoor. Nou, dat was hem van de Spar. Ik ben er blij mee, want het is zeker geen aanrader. De vorige keer dat ik er was, had ik kipfilet gekregen of iets met worst. Nou, sorry hoor, maar dat de verpakking ook flink en ook flink, warm. Het was gewoon niet koud. Nee, want ik kan je gewoon niet overoordelen. Nou, we komen nu wel bij het leukste gedeelte. Ik heb een klein beetje gezien van Albert Heijn To Go. Die is tot nu toe hartstikke goed gegaan. Nou, zo ziet het eruit, de tas. Nou, wij beginnen hier eerst met chips. We hadden dan met tortilla chips. Die tot 21 december goed is, zoals jullie kunnen zien. Wat leuk! Napoleon snoepjes. Houdbaar tot en met 2005. Jeetje, jongens. Biologische Griekse yoghurt, die is koud. Oh, mooi zo. Ja, zuivoever, Griekse stijl. Oh, love it, love it, love it. Sorry, love it. Oh. Oh, ja, kijk. Dit maakt de avond weer een stukje. Nou, ook een stukje beter door. Want ik verplaats even de productie. Ik heb hier ook een grote zalm. Ja, dus deze gaat ook mooi lekker in de koelkast in. Zodat die vanavond ook weer lekker kan opeten. What the fuck? Wat? Nou, wat is dit? Wat? Gewoon een boerenkoolstampot. Die... Gewoon een boerenkoolstampot. Ah. Droogworst. What the fuck? Nou, en plus een bosje bloemen erbij. Nou, dit noem je nou echt een geslaagde To Good To Go van Albert Heijn. Nou. Dit maakt het mijn avond wel eigenlijk weer wat beter. Ja, nou ja, en voor de rest... Ja... Ik kan niet... Dit is gewoon hartstikke... Dit is gewoon hartstikke perfect. Dit is al 5 euro. Dit is 2,50. Maar dit heb ik gewoon dus... erg gratis, zeg maar, erbij gekregen. Nou ja, dit zit allemaal op houdbaarheid van vandaag. Oh... Ja, dit ziet er wel lekker uit. Biologisch Griekse yoghurt. En dit is dan... Granola. Dit is dan met Griekse staf niet echt granola. Ik ga hier zeker van genieten. Ik vind het... Ja, voor deze box heb ik dus 3,99 voor betaald. Echt het waard om te gaan halen. Dat kan ik jullie wel aanprijzen.
ja, de Spar. Ik vind, als de productie koud was, dan had ik het nog 3-4 sterren gegeven. Maar omdat de productie gewoon niet koud was, hoort wel zo te zijn, vind ik het een beetje matig. Het kan wel, alleen ik zou het zelf zeg maar niet doen. Ik ga trouwens dan ook weer de camera nu eventjes uitdoen. Ik zit wat te twijfelen, want ik ga morgen naar de volgende landen toe. En daar is een collega die gaat zeg maar met het pensioen. En ik moest een bosje bloemen hebben. Of ik niet deze gegeven, of heb ik een andere gegeven. Ik zit een beetje te twijfelen. Anders moet ik dan weer morgen dan met jou. Dus dat speelt ook nog wel een beetje mee. Ik ga hier goed over nadenken. Ik leg het inderdaad nu de camera eventjes neer. Ik heb genoeg gepraat. Het is inmiddels ook al een lange vlog dat jullie nu zien. Dus ik zie jullie zo weer. Ik heb net contact opgenomen met YouTube. Amerika, nou, ze hebben me dit keer echt goed geholpen. Want er zijn inderdaad advertenties in mijn vlogs. Dat kunnen jullie ook gewoon wel vaak zien. Trouwens, zodat ik een beetje uitziet, het is me nu net 2:15 geweest. Ja, ik kan het beste 's nachts contact met hun opnemen, naar mijn gevoel. Maar ik moet even kijken hoe ik mijn content een beetje moet aanpassen. Vloggen blijft uiteraard wel gewoon blijven. Alleen dan zouden dan zeg maar meer interacties en dus meer dingen doen waarvan dingen zeggen. Maar ik ga hier dan wel de vlog bij afsluiten. Dus hopelijk heb jij genoten van deze vlog. Schrijf hier niet een dikke naam zitten en je mijn kanaal te abonneren hier beneden. En hopelijk zie ik jou morgenmiddag om 3:00 weer terug bij een vlog. En dan zeggen we zoals altijd, ik ga een beetje in het licht staan. En dan zeggen we zoals altijd, later.